Goedemiddag, beste adviseurs. Het is weer vrijdag, dus tijd voor de Hypocrastkraker. En we gaan zoals altijd vandaag weer twee hele mooie prijzen weggeven. We hebben een aanbiedersprijs. Daar kom ik zo even op terug, want misschien denk je al van... daar staat iemand naast je. Dat is normaal nooit niet zo. Dat is Pascal, maar ik kom zo even bij jou terug, Pascal. En we hebben natuurlijk ook weer de 100 staatsloten. Het boulevard staatsloten. Want u weet het... Wij een prijs, we hebben natuurlijk de mooie DFO-prijzen gewonnen. Dan jij ook een prijs. En in dat kader gaan we vandaag ook de prijzen weggeven. Pascal, in ieder geval leuk dat je er vandaag bent. Maar stel even jezelf voor de mensen die jou niet kennen. Want wij kennen elkaar wel, maar misschien kijken niet. Nou, dankjewel voor de uitnodiging, Arjan. Ik ben Pascal Prins en ik ben werkzaam bij Ven Hypotheken. Waarbij ik verantwoordelijk ben voor het distributie. Netwerk waarin we dus met VCN onder andere samenwerken in het bedienen van onze adviseurs. Ja. Die met ons. En ze hebben jou misschien ook al een keer bij een webinar gezien. Ja. En jullie hebben vandaag de aanbiedersprijs beschikbaar gesteld. Een heel mooi warm winterpakket heet het zo. Ja. Waarom even? Want je hebt er een heel mooi verhaal bij. Want dat is ook de reden waarom je het heel leuk vindt dat je het vandaag ook aan onze kijkers wilt. Wij werden gevraagd door VCN om een bijdrage te leveren voor jullie ludieke, onwijs leuke actie. Wij een prijs, jullie een prijs. En om daar ook namens Ven een prijs voor aan te leveren. Dat doen we uiteraard graag. En we hebben hem in het thema gehouden. Want het thema van december is bij Ven een warme wintermaand. En daarom ook een warm winterpakket. Ja, oké. Okay. Maar waarom dat thema? Nou, eigenlijk omdat wij volgende week... als een beetje kers op de taart of klap op de vuurpijl, als team Ven een nachtje buiten gaan slapen. Buiten slapen? Wij gaan een nachtje op de parkeerplaats voor ons pand in Breda met het hele team, alle medewerkers van Ven, gaan we een nachtje buiten slapen. Waarom? 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 Ja, waarom? Ik hoor het je bijna denken. We zijn echt knettergek. Geloof mij, ik had de actie liever in augustus gedaan. Ja, snap ik. Ja, dat snap ik. Als je hem in augustus doet, geeft hij niet de bewustwording die we zoeken. Ven is al geruime tijd donateur van de Shelter Suit Foundation. Ja. En de Shelter Suit Foundation is een stichting die zich inzet voor dak- en thuislozen. Zij zorgen voor warme bescherming voor dak- en thuislozen. En juist in die koude wintermaanden is dat zo onwijs nodig. Ja, en die shelter suits zijn eigenlijk een soort, wat zijn het, slaapzak, jas? Ja, het wordt gemaakt, het wordt gemaakt van oude slaapzakken. Ja. Dus wij als Ven halen ook al geruime tijd binnen het netwerk oude slaapzakken op. Om je een idee te geven, dus er zijn drie slaapzakken nodig. Ja. Nee, zeker. Zeker, ik kom ze heel graag ophalen. Voor één shelter suit zijn er drie slaapzakken nodig om ze te maken. Oké. Okay. En verder is de buitenkant tentdoek van Tenkate wat gedoneerd wordt. De shelter suits worden gemaakt in een atelier in Enschede door mensen met een achterstand tot een arbeidsmarkt. Oké, gaaf. Ja, dus, mooi. Voormalig daklozen, vluchtelingen, et cetera. En die shelter suit, de stichting, dient dus eigenlijk drie doelen. Want je bent aan het upcyclen van je restmaterialen vanuit Tenkate. Vanuit de slaapzakken die opgehaald worden. Maar je zorgt ook voor warmte en bescherming voor die daklozen. En dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste motivatie om daar aandacht voor te vragen. Wij gaan dus een nacht buiten slapen en wij laten ons sponsoren. De actie heet Geef 8 voor een nacht. Ja. En we roepen iedereen op ons te helpen om een waanzinnig mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Om zo nog meer warmte en bescherming te kunnen bieden aan de mensen die het eigenlijk heel hard nodig hebben. Oké, denk je van, ik wil ook graag bijdragen. Onderaan deze video staat een link en klik erop. En zeker in deze tijd van het jaar, ik denk ook een heel mooi gebaar. En inderdaad wat je zegt, december, lekker de bewustwording ook. Het wordt toch denk ik een beetje koude nacht. Doneren is goed, maar als er iemand de behoefte voelt of het gezellig vindt om mee te slapen... Jij ook, Arjan. Spreek je dan mij aan? Ja, ik wil het alleen maar. Heel graag. Nee, feel free. Ja. Om met elkaar gewoon deze ludieke actie groot te maken. Ja, ik vind die wel hartstikke leuk aanbod. En iedereen denkt gewoon, ja, doei. maar het is niet zo heel ver van mijn huis vandaan. Dus hetzelfde geld kom ik wel even kijken bij je. Maar dat is de achterliggende verhaal achter het warme winterpakket. Maar inderdaad, maar mocht jij zeggen van ik wil zeker even de nachten doorbrengen in een slaapzak en dan worden ze ervaren hoe het is om
naar buiten te moeten doorbrengen. Neem even contact met ons op en dan kom ik ook al met jou in contact, Pascal, om dat te doen. In dat kader dus een heel mooi pakket. Die gaan we uitreiken. De prijsuitreiking die doe ik natuurlijk nooit zelf. Dat doen we altijd met een van onze medewerkers. Dus we schuiven allemaal een heel tikkeltje op. En dan vragen we Martin er vandaag bij. Zo, een goede dag. Kijk, daar hebben we hem. En je hebt de bucket al bij, Martin. Ik heb de bucket bij me. De mensen die jou niet kennen. Ja, ik ben dus Martin Lammers. Ik ben business partner hypotheken bij VCN Hypotheek Service. Eigenlijk bij de financiële makelaar. En ik ben eigenlijk een beetje de buitenkant. Ik kom vaak bij de tussenpersonen. Aanspreekpunt, aanstellingen, vragen daarover. Dan kom je vaak bij mij terecht. Dus een beetje in een notendop. In een notendop wat je doet. Dus je bent ook degene die straks de prijzen gaat uitreiken waarschijnlijk. Ja, dan gaan we dat daarom. Ja. Gezellig. Ze komen hier wel lekker kantoor. Gezellig altijd. Ja, echt hoor. Nou, mooi. Nou, de twee prijzen. We beginnen bij de eerste. De aanbiedersprijs. Het fan winterpakket. Alle aanvragen van de afgelopen week, die hebben we weer in de bucket gedaan. We hebben nu ook een ex-jurylid erbij, Pascal. Heel goed kijken, dus Martin. Ik ga maar eerst even husselen natuurlijk. Dat zal ook extra spannend te maken. En dan ben ik heel erg benieuwd, wie gaan we verblijden met het hele mooie pakket deze week? Nou, dat is Cor Ebbeling van Geld uit Stenen. Nou, Cor, van harte gefeliciteerd. Het warm winterpakket, die komt jouw kant op. En dan hoop ik op zijn minst natuurlijk ook dat je daar een heerlijk warm gevoel aan overhoudt. En dan gaan we naar de hoofdprijs van vandaag. En dat zijn 100 staatsloten, boulevardje staatsloten. En daarmee heb je natuurlijk altijd prijs en passen dus een actie. Wij een prijs, jij ook een prijs. En hiermee heb je gegarandeerd prijs. En wie gaan we verblijden met 100 staatsloten? Ja, dat is Ralf Martin. Ralf Martin van Accuraat BV. Nou Ralf, ook jij van harte gefeliciteerd. Martin zal op korte termijn even contact met jullie allebei opnemen. Ja. Om een afspraak te maken hoe wij de cadeaus aan jullie kunnen overhandigen. En ik hoop natuurlijk Ralf ook dat jij een hele mooie prijs hebt. En laatste iemand tegen mij, hij mag natuurlijk niet te groot zijn. Want dan stopt de adviseur misschien. Maar volgens mij heb ik die belemmering niet. Dus ik hoop echt dat je de hoofdprijs wint. Nou, voor dit moment zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag volgende week terug bij een nieuwe trekking van de Hypo Kraskraker. En voor nu heel fijn weekend.